Samen met andere partijen werkt het waterschap Regge en Dinkel aan de ontwikkeling van het Kristalbad. Het Kristalbad ligt tussen Enschede en Hengelo. Het is een multifunctioneel gebied waarin de volgende doelstellingen worden gerealiseerd. 1. Het vergroten van de waterbergingscapaciteit. 2. Het nazuiveren en activeren van het water van de Elsbeek dat afkomstig is van de rioolwaterzuivering van Enschede. 3. Het aanleggen van een ecologische verbindingszone. 4. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. En 5. Het vergroten van de recreatieve beleving van de stadsrandzones. Zoals aangegeven ligt het project tussen Hengelo en Enschede. In dit gebied, ter grootte van zo'n 40 hectare, tussen de Hengeloze straat en het Twentekanaal, met een spoorlijn in het midden, krijgt het water de hoofdrol. En in tijden van wateroverlast helemaal. In het gebied kan maar liefst 187.000 kubieke meter worden opgevangen. Wel zo prettig voor de steden Hengelo en Enschede. Naast deze functie van waterberging functioneert het gebied ook als ecologische verbindingszone en voorziet het in een recreatieve behoefte voor de mens. Maar de functie van watermachine is wel de meest bijzondere. Wat moet u zich hierbij voorstellen? Het water dat vanuit de Elsbeek het gebied instroomt komt oorspronkelijk uit de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede. De volgende animatie laat zien hoe de watermachine werkt. Het gezuiverde, maar zuurstofarme water wordt bij binnenkomst in het gebied verdeeld over de compartimenten. Doordat het water langer in het gebied blijft, krijgen door zon en wind de bacteriën de kans om de schadelijke stoffen af te breken. Dit natuurlijke, zelfreinigende proces verbetert de waterkwaliteit. Per compartiment is er een cyclus van 12 uur. Het compartiment stroomt de eerste 4 uur vol, daarna loopt deze in 4 uur langzaam weer leeg. En daarna staat het compartiment 4 uur droog. Vandaar de naam watermachine. Opvallend zijn ook de zogenaamde drijftillen. Deze drijvende plantenbakken zorgen ervoor dat de resten van zware metalen worden opgenomen uit het water. Uiteindelijk loopt het water in 3 etappes naar de uitstroomzijde bij Hengelo, om vervolgens zijn weg te vervolgen in de Elsbeek. Het Kristalbad, een prachtige schakel tussen land en stad en een multifunctionele aanwinst voor heel Twente.